Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 23 oktober. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik zit nu nog even op de bank. Ik heb het nu wel wat frisser, dat merk ik wel. Ik had gisteren de roosters weer opengezet en nu vind ik het weer wat kouder. Maar het is voor mij ook puur eventjes dat de temperatuur in huis iets zakt. En dan mogen ze op zich wel weer dicht van mij. Want in de winter heb ik ze nooit open. Want dat is gewoon echt veel te koud. Er komt meer kou doorheen dan je zou verwachten. Goed. Ik wacht gewoon even tot de temperatuur in huis iets zakt. Want op de slaapkamer is het nog steeds vies warm. Ik kwam ook helemaal niet in slaap gisteravond. En knarsgebitje irriteerde me heel erg. Nou, ik ben uiteindelijk wel in slaap gevallen. Maar het was echt wel... Ja, gewoon. Er gaat gewoon nu een beetje veel door je hoofd heen. Ook omtrent oma natuurlijk. Er is eigenlijk niet heel veel nieuws meer. Dus zoals ik in de vorige vlog al zei. Elke dag dat ze nog is een cadeautje. Ik zit alleen nu wel heel erg mezelf af te vragen. Aan de ene kant denk ik van ja, ik zou haar nog best wel willen bezoeken. Ook al, ja, je stelt je er dan op in natuurlijk dat het echt wel de laatste keer zal zijn. Dus dat is sowieso wel heftig. Want moet ik wel zeggen, de afgelopen keren dat ik ben gegaan, dacht ik elke keer, ja, het kan zomaar de laatste keer zijn. Je weet het niet. Maar waar ik een beetje mee zit, is het feit, stel je zit naast dat bed en ze zou sterven bijvoorbeeld waar je bij zit. Ja, ik hoef dat eigenlijk niet op mijn netvlies te hebben. Dat lijkt me gewoon echt heel naar. Sommige mensen vinden het ook heel mooi, maar nee, ik... Nee, zou dat geen fijn idee vinden om te zien. Dus dat maakt het ook wel lastig. Mijn moeder zei ook, ja, dan kan je het ook beter inderdaad misschien niet doen. Dus nou, ik ga het er ook even met mijn coach over hebben morgen. Maar dat is gewoon, ja, ik ben daar gewoon elke keer wel eens bang voor geweest. Dat ik dacht van, goh, ja, stel je komt er op visite en stel dat ze bijvoorbeeld net overleden of zo zou zijn. Ja, ik weet het niet. Dat zijn gewoon van die dingen daar, daar denk je dan over na. Gelukkig is het. Eigenlijk natuurlijk nooit gebeurd, maar nee, dat lijkt me gewoon niet fijn. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden en daarna naar Bureau Maastricht. Ja, dat accent, hè, dat het wordt gelukkig ondertiteld, hè, dus daarom kan je het verstaan. Maar ja, je merkt toch wel dat accent, dat is wel lastig. En ik ben zelf in Maastricht een keer geweest, echt jaren geleden. Nou... Dus 10 jaar geleden was de laatste keer. En ik weet nog wel dat we toen ook wat winkeltjes in zijn gegaan. En dat ik gewoon die mensen ook echt niet kon verstaan. Vanwege dat accent. En dat ik dacht van, oh, wat zeg je nou? Gelukkig dat de kassa dan aangeeft wat je betalen moet. Maar nee, ik kon het niet verstaan. Ik vond het ook best wel gelijk een heftige aflevering. Er was bijvoorbeeld één zaak, die greep me ook wel aan. Dat ging over een man, die moest eigenlijk ook Nederland verlaten. Die was uitgeprocedeerd. Maar ja, die zat dus inmiddels in de cel. Wat hij nou precies had gedaan, was me niet helemaal duidelijk. Maar ze hadden ook gewoon al zijn kleding afgepakt. Want hij had dus al een paar keer geprobeerd zelfmoord te plegen. En ja, dat kunnen ze natuurlijk met elk kledingstuk doen wat ze willen. Maar ja, ze konden hem ook geen deken geven. Want ja, hij probeerde met alles maar om zelfmoord te plegen. Ja, zover gaan ze dan om maar niet terug te hoeven naar hun eigen land. Dan zijn ze nog liever dood dan dat ze teruggaan. Nou ja, toen had hij op een gegeven moment die hele cel. Hij zat al in een soort van knuffelcel. Die had hij helemaal ondergesmeurd met zijn eigen uitwerpselen. Dus toen hebben ze op een gegeven moment zijn handen vastgemaakt. Gewoon ja, puur dat hij niet veel meer kon aanrichten. Nou, toen begon hij met zijn hoofd te bonken tegen die celdeur aan. Nou, toen moesten ze hem nog meer vastmaken, puur vanwege zijn eigen veiligheid. Ja, dat vond ik wel heel heftig om te zien. En ik weet wel dat het erbij, het greep die mensen zelf ook wel aan. Die hadden ook zoiets van, ja, wij willen dit ook niet. Maar ja, je kan natuurlijk ook niet het risico lopen dat zo iemand zichzelf zo verwondt dat hij het uiteindelijk ook niet overleeft. Dus ja, toen hebben ze alles moeten doen wat in hun macht lag, ja, om die man veilig te houden. Maar ik vond het wel heel heftig. Ook gewoon het feit dat hij dan geen kleding aan kon. Ja, dat vond ik wel echt wel heel heftig. Ik heb nog wel even een spelletje gedaan daarna. Toen ben ik nog, heb ik mijn vlog afgemaakt. Dat is allemaal gelukt. Toen heb ik mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even één nieuwe maken. En toen ben ik de Lycon Lawyer gaan kijken.
En daarna De Ring, maar dat was dus de laatste die ik had opgenomen. Dus nu kan ik vanaf donderdag elke week kijken, de resterende afleveringen. Ik vind het wel jammer dat ik nu niet kan doorkijken, want ik zat er wel lekker in. Dus vanavond weer oogappels, dat is ook prima. En toen ben ik naar bed gegaan, dus om een boek te lezen, maar het slapen wilde niet zo goed. Ik ga nu eventjes zometeen de boel hier doen. En ik had jullie nog even meegenomen met schilder op nummer. Dus daar was ik even mee verder gegaan. Dat voelt nu ook wel. Dus dat is wel leuk. Dus dat ga ik jullie dan even laten zien. En dan ga ik nu gewoon hier eventjes verder wat dingetjes doen. Dus ja, dat is voor nu dan eventjes de planning. Dus ja, ik ga nu eventjes lekker aan de gang. Zo, ik ben klaar. Mocht je afvragen, heb je ineens een ander shirt aan? Dat klopt. Ik was niet ander ineens. Die rook niet zo lekker. Dus toen heb ik toch even die van gisteren uit de mand gepakt. En dan moet ik eerst die andere weer even wassen. Ik weet niet zo goed waar het toe kwam. Maar nou, ik ben heel lekker bezig geweest. Alles is weer lekker schoon. Dus dat vind ik altijd wel weer een pluspunt. Word ik wel blij van altijd weer. Dus ja, dat is wel weer heel lekker. En ja, nog even wat dingetjes gedaan. En nu is alles ook wel weer opgeruimd. Ik moet alleen nog even verder met de keuken. Maar dat doe ik wel eventjes na het eten maken vanavond. Nou, verder eigenlijk ook niet zo heel veel meer wat nieuw is. Het is allemaal ja, redelijk hetzelfde. Dus er is verder geen nieuws binnengekomen. Wat natuurlijk ook wel goed is. Katjes hebben net lekker hun eten op. Daar hebben ze wel weer heerlijk van genoten. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen en dan straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik Goede Tijden en het perfecte plaatje. Dus ja, op zich ook alweer zin in. En ik ga nog even een spelletje doen. En daarna lekker mijn blogpost schrijven. Ja, ik moet nog even die ene foto maken, maar dat komt goed. Ik had het gisteren al geprobeerd, maar dat was hij uiteindelijk nog wazig. Dus daar was ik niet tevreden over. Dan kan ik ook de vlog eventjes uploaden en inplannen, even een thumbnail maken. En dan ga ik lekker de Lycon Lawyer kijken. En daarna lekker oogappels, daar heb ik wel weer zin in. Maar het is nu heel, dat is een beetje dubbel, want er zit dus iemand van De Ring, die zit ook in oogappels. En nu zat hij er vorig seizoen ook wel in, dus eigenlijk is hij vanuit oogappels naar De Ring gegaan. Maar hij heeft dus in oogappels een ander kapsel als in De Ring. Dus ik zat bij De Ring heel erg te kijken, goh, je hebt een bekend gezicht en ik kon hem niet plaatsen. Toen ging ik toch even googlen en toen, oh ja, oogappels, oh ben jij dat? En nu zag ik het inderdaad ook wel, maar het is dan even wennen, omdat het twee verschillende rollen zijn. Dus, maar op zich wel leuk. En dan ga ik lekker naar bed mijn boek verder lezen. En dan ga ik hopelijk nu wat beter slapen. Ik hoop dat ik gewoon nu wat beter in slaap kom. Ik heb gisteren zo vaak de klok gezien. Dat was echt niet leuk meer. Maar goed, komt vast ook wel weer goed. Ik ga jullie dan gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ja, bij deze zou ik dan gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag alweer 24 oktober. Ik ben voor het grootste gedeelte klaargemaakt. Ik moet alleen nog even mijn tanden poetsen en lipstift op. Want ik ga straks weer de deur uit voor de boodschappen. Ik heb dit leuke blouseje aan, maar eigenlijk is die een beetje te fris. Ik had er eigenlijk iets van een jasje overheen moeten doen, maar ik heb eigenlijk geen zin meer om te lopen. Maar ik merk toch wel dat het wat fris zit. Dus ja, misschien dat ik weet niet of ik toch even ga lopen. Ik weet het eerlijk gezegd niet zo goed. Maar goed, ik doe gewoon lekker mijn winterjas aan met boodschappen doen en dan komt het ook wel weer goed. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en daarna het perfecte plaatje.
was wel leuk. Ik heb eventjes ernaast gekeken. Die was live. Die was Zelda aan het spelen. Op het account van Frank. Die streamt vaak zijn games. En dat was ze nu ook aan het doen. Dus dat was wel leuk eventjes. En ook wel leuk om te zien. Het is niet echt een spel voor mij, Zelda. Maar zij vindt het echt super leuk. En ik vond het wel leuk om te zien. Ik had er ook iets anders van verwacht. Want ik had eigenlijk verwacht dat het een beetje het heftiger zou zijn. Dit spel valt wel mee. Maar ja, het was wel leuk. Perfecte Blaadje was ook wel leuk. En nou, ik heb zelf ook nog even een spelletje gespeeld. En toen ben ik even die laatste foto gaan bewerken. En heb mijn blogpost geschreven. Heb de vlog ingepland. Ik was al even bezig. Ik heb er twee persberichten binnen van Essence. Die komen volgende maand uit. Dus die wil ik dan ook nog weer eventjes online hebben. Maar ik moet even kijken in hoeverre dat lukt. Dus toen ben ik weer lekker de Lycon Lawyer gaan kijken. Ook weer super leuk. Echt super spannend wel dit seizoen. En daarna had ik weer lekker oogappels. En dat was wel super leuk. Toen ben ik naar bed gegaan en mijn boek gelezen. Oh, ik heb het toch koud. Ik denk toch dat ik een jasje ga pakken zo. Dus eigenlijk. Mijn haar. Maar ja, ik vond het toch een beetje koud. Dus ik denk, nee, ik doe toch even een jasje eroverheen. Het is net even iets lekkerder warm. Staat op zich ook wel leuk. Dus ja, die is het geworden. Gewoon een zwart ijs van de Only. Maar ik heb hem al echt jaren. Dus nou, prima. Even de Vibra items nog laten zien. Ik heb bij de Vibra dit bakje gehaald van de Diamond Painting. Althans, ik heb besteld. En er zitten ook ja, stokjes in. Daar kun je dus meerdere steentjes in doen in het roze. Ook deze echt hele super grote kit. Dat is een bak. Er zitten dus allemaal opbergpotjes bij. 60 met draaischroef. En daar kun je dus steentjes in doen. Er zit ook een trechtertje bij. En stickertjes. Hij valt onder roze. Maar ik vind dit toch wel echt paars. En je hebt hem ook in het blauw. Met een blauwe rits. Die zie je hier. Dus die. En ik had eventjes. Voor de kerst. Heb ik een kunstkerstster gekocht. Kijk deze. Want een echte kerstster is hartstikke leuk, maar dat mag eigenlijk niet met katten, want dat schijnt heel giftig te zijn. Dus dat was even dat van de Libra. Dus zal ik nu even. Oh, het ruikt wel. Nou, het ruikt wel heel erg. Zal ik nu even de boodschappen gelijk pakken.
zal ik het ook even laten zien. Kom ik zo terug. Ik was bij Albert Heijn en het waren natuurlijk hamsterweken. Dus de kindjes vonden het ook wel leuk. Dus voor Lent, Yara, een hamsterkussen. Heel leuk. Wel heel schattig. Een lekker kussentje. Daar kun je lekker zo op liggen. Dus die. En voor Lente, het nachtlampje. Die kan op een batterij, maar ook gewoon. Hij is wel echt super leuk. Hij kan dus op batterij, maar ook via USB-C. Er zit een kabeltje bij. Dus of 3 keer AA batterijen. Ik moet deze wel eventjes op die doos leggen. Broodje. Voor mij. Deze natuurlijk. Super Hammy, die had ik al apart laten liggen. Super leuk deze nieuwe hamster. En ze hadden ook al hamsters voor de kerstboom. Dus ik heb deze. 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 En deze. Ik had nog helemaal geen hamsters voor de boom. Dus hoe leuk is dit? Voor Lente een brooddoosje. Het is wel heel erg handig. Ze had al een brooddoosje. Maar ze wilde er eigenlijk eentje bij hebben. Ze waren bij de Albert Heijn 6 euro. En dat is dus heel erg handig. Er zit tegenwoordig dus een bakje in en een vorkje. Dus nou, die voor Lente. Ze wilde eigenlijk ook nog graag de beker. Maar die hadden ze niet meer. Frikandellen. Ik heb nog zo'n bolboek meegebracht. Misschien nog inspiratie opdoen voor Sinterklaas of kerst voor de kindjes. Dus die lagen ook daar. Ik dacht, oh, die neem ik mee. 2 keer kattenvoer. Het was 1+1 gratis. Ik heb nog deze leuke hanger meegenomen van I Love Coffee. Heel leuk. Nette kruidnoten. Die moest ik proberen, zei Nathalie. Beschuit. Aardappelschijfjes. Slavinken en speklapjes. En uiteraard toetjes. En weer nieuwe boter. Bij de Lidl heb ik nog deze. Dat zijn 2 soorten van pompoenetjes voor een kaarstrimmer. Daar wil ik dan zo'n LED-kaars inzetten. Dat leek me wel leuk. Dus ik dacht, ja, ik heb meer met van die LED dan echte kaars. Want vind ik altijd kat een beetje eng. Haribo verts. Chocomel. Nog 2 leuke shirtjes die waren afgeprijsd. Het zijn jumpers, maar het is een beetje transparant. Ik vond het wel leuk. Zwart en ook een witte. Hetzelfde. Ik heb Esje gedaan. Kattenbroeken. Het ging allemaal mis. Ook echt letterlijk daar bij die Lidl. Dat ding is toch op bol. Bootjes. Franse frietjes had ik weer eens zin in. Oh, en vogelzaad. Nee, gewoon schelpenzand. Ik heb natuurlijk geen vogels, maar dat wil ik graag gebruiken voor ik had bij de Action zo'n vaas gekocht. En dat wil ik in die vaas doen en dan zeg maar dat erin zetten, zodat de kat het niet om kunnen gooien. Dus dat waren even de boodschappen. Ik ga het nu even opruimen. En dan ga ik nog heel even relaxen. En dan ga ik straks lekker douchen en eten. Dan ga ik Ajax aanzetten. Want die moet 6:15 spelen. Ik had net even met mijn coach lekker koffie gedronken. Dan ga ik verder vanavond Goede Tijden kijken. En meester Frank Visser. Spelletje doen. Foto's bewerken. Like on Lorje kijken. En daarna weer eventjes de ring, want die heb ik vanavond. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Dus dat is voor nu de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Ja, straks van mijn nagel eraf halen. Mijn nagels zijn een beetje lelijk geworden. Ja, het zit er op zich nog wel mooi op, maar ik had net ook wat randjes die voelen heel scherp aan. Dus dat is eigenlijk wat ik nu eventjes ga doen. Dus ja, bij deze zeg ik dan gewoon tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 25... oktober en ik ben klaargemaakt en het is 18 graden buiten, maar zo voelt het niet aan. En ja, ik merk toch echt wel dat het wat frisser is. Ik heb het ook gewoon een beetje koud en dat is ook prima. Het is ook oktober, maar er was een hele hype in het nieuws. Ja, het wordt een van de warmste oktoberdagen sinds, nou weet ik hoeveel jaar. Want hè, er is heel veel spits verwacht. Mensen gaan er nog op uit en mensen gaan dit doen. En nou,
Het is natuurlijk herfstvakantie in sommige delen van het land. Ik geloof dat het zuiden het erop had zitten. En ja, dan nu geloof ik in het midden en in het noorden dat die het nu hebben. Als ik het goed heb. Ja, op zich natuurlijk wel hartstikke, hartstikke fijn. Ja, voor heel veel mensen die vinden dit heerlijk natuurlijk. Want ze gaan er even lekker op uit. En nou ja, helemaal prima. Maar goed, ik vond het toch wel een beetje fris. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden en daarna had je meester Frank Visser. Dat was op zich best wel, ja, ook wel heftig. Het ging over een man die huurde een huis en hij zou ook huurverhoging krijgen, maar er was van alles mis in dat huis. Hij kon zijn toilet niet gebruiken. Hij moest echt letterlijk, als hij zo'n grote boodschap had gedaan, dat moest hij door zijn doucheputje heen doen. Nou, lekker dan. Dus dat was wel een heel ding natuurlijk. En ja, er ontbrak van alles. Je kon eigenlijk ook geen huurverhoging vragen. Maar ja, die man, die wilde dat wel. En ik vond het sowieso een beetje gek uit. Volgens mij stond dat bed ook midden in de woonkamer. Dus ik weet ook niet of dat er überhaupt geen slaapkamer was. Ik kon het niet helemaal, ja, ondervinden. Moet ook wel zeggen, het was wel heel achterstallig. Want het was ook wel heel vies. Er was ook wel heel veel schimmel en zo. Maar toen ging Victor op een gegeven moment, die ging dat een beetje schoonmaken met een goed spulletje. En toen zag je echt wel dat het ook echt wel schoon werd. Dus natuurlijk ook vaak wel schoonmaken. Maar goed, het is natuurlijk wel een man alleen. En zijn zus die deed dat wel eens. En ja, ook niet, niks te nadelen natuurlijk van mannen of zo. Maar ja, over het algemeen vinden die poetsen misschien ook iets minder leuk als vrouwen. Er zijn er ook genoeg vrouwen die het niet leuk vinden. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dit moet brengen. Want ik wil niet zeggen dat geen enkele man poetsen leuk vindt. Niet leuk vindt. Maar over het algemeen denk ik dat het ook wel wat tegenvalt. Als je ook gewoon werkt ernaast. En nou, dat soort dingetjes en zo. Maar goed, het was allemaal een beetje achterstallig. Dus laten we het daar maar ophouden voordat ik een hele discussie op gang ben. Zo ik het helemaal niet bedoel. Maar nou ja, goed. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Dus nou goed, dat. Ik heb nog even een spelletje gedaan. En toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Is allemaal gelukt. Toen ben ik nog even verder gegaan met dat persbericht. Maar daar ben ik nu niet heel ver meer mee gekomen. Want ik kwam erachter dat ik voor de shoplog van morgen de bonnetjes kwijt was. Ik moest alles even los gaan opzoeken. Dus dat heb ik toen eerst maar eventjes gedaan. Ik dacht, dan heb ik die zoektocht vanavond niet. Dus dat heb ik maar eventjes gedaan. En toen ben ik de Lycon Lawyer gaan kijken. En daarna weer de ring. En nu moet ik echt dus weer een week wachten. En het was nu zo spannend. Dus dat vind ik wel echt heel jammer. Maar goed, het is ook wat het is. En dan heb je ook wel weer iets om naar uit te kijken. En toen ben ik lekker naar bed gegaan en mijn boek gelezen. En toen ben ik lekker gaan slapen. Geen nieuws omtrent oma. Dus geen nieuws is goed nieuws. In dit geval zou ik gewoon zeggen. Ik ga nu lekker slaapkamer doen. Want het is hoog tijd om even te gaan poetsen. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Dus muziek aan en eventjes lekker aan de gang. Alleen nog even de tijd van de wekker goed zetten. Maar dan ga ik morgen wel eventjes mee aan de gang. Want dan kan ik gelijk de wintertijd erop zetten. Maar ja, en hij kan dan ook lampjes. Kijk. Dit. Maar ja, dat ga ik nu wel uitzetten. Want ik wil geen licht als ik slaap natuurlijk. Want daar ga ik
niet mee kunnen slapen. Nou, nu is die weer uit. En hier kan ik mijn telefoon op opladen trouwens. Nou, top dat alles het doet nu. Zo, ik ben klaar. Maar het was wel even weer pittig, want bed verschonen lukte niet helemaal. Ik kreeg die hoest er niet helemaal goed in. Of het dek met overtrek in de hoest, dat was wat minder fijn. Nou, toen had ik even wat moeite om die wekker erin te doen. Maar dat is uiteindelijk gelukt, dus nu doet hij het gewoon. Hij geeft nu een oplaaddingetje aan, dus ik weet niet, moet ik even kijken. Ik moet gewoon even het boekje doorlezen, want hij kan ook op Bluetooth en alles. Dan moet ik allemaal eventjes nog naar kijken, maar dat staat allemaal aangesloten. Nieuwe stekkerdoos zit erin, dat is ook wel fijn. Maar nu ben ik er wel klaar mee, want op een gegeven moment krijg ik dan een beetje stress. Want dan hoor ik de katten miauwen die eten willen. Dan denk ik, oh ja, jullie moeten eten. En dan, maar ik moet nog even door. En ja, dat geeft me altijd een beetje stress. Maar uiteindelijk lukt het allemaal ook wel weer. Dus het is ook wel weer lekker nu. En ik was eigenlijk nog vergeten te zeggen dat ik gisteren natuurlijk naar Ajax had gekeken. En dat die met een dikke 3-0 hebben gewonnen. Eigenlijk 0-3. Dus dat was wel heel erg goed. Het was wel een fijne wedstrijd. Alleen ik had een stream en... ja, die viel steeds uit. Daardoor was het niet zo lekker wegkijken. En daar baalde ik wel een beetje van. Maar verder had ik er wel van genoten. Nu ga ik zo zelf even wat drinken en eventjes lekker relaxen. En dan straks weer lekker douchen en eten maken. En dan ga ik lekker ook in de relaxmodus. Ik ben het best wel een beetje zat nu. Ik ga vanavond gewoon lekker Hudson en Rex kijken. En nog even een spelletje doen. Dan ga ik een video in elkaar zetten. En daarna een blogpost schrijven. Verder met de Lycon Lawyer en daarnaast weer tijd voor Scott en Bailey. Dus ja, dat wordt dan ook de avond. Dus niet heel spectaculair, maar ik ben er ook allemaal nog wel even druk mee. Ook met de video in elkaar zetten en zo. Maar dat vind ik altijd wel leuk. Ik heb die lipstick op. Oh, hij is echt fantastisch. Hij zit echt heel erg mooi. Die had ik laten zien in mijn vorige vlog. Daar ging ik foto's van maken, maar hij blijft wel echt goed zitten. Ja, voelt ook helemaal niet droog aan. Nee, hij is echt heel mooi. Dus nou, ook wel weer blij mee. Nou, ik hoop misschien vanavond ook nog mijn boek uitlezen. Ik vond gisteren weer even heel zielig. Kreeg ik weer de tranen in mijn ogen. Ja, soms heb ik dat. En misschien nu gewoon wat meer emotioneel. Omdat je gewoon ja, een beetje in een rollercoaster zit. Ook met het feit met oma al. Ja, is het nu gewoon redelijk stabiel. Je houdt er overal een beetje rekening mee. Maar goed, ik ga nu echt eventjes lekker relaxen. Want ik ben een beetje moe. Dus ik zeg bij deze tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is 26 oktober. Ik ben klaargemaakt. Het is een beetje lastig. Een positie te vinden om te filmen, want ik heb weer die zon hier in mijn huis schijnen. Het is 19 graden, maar nou, de gevoelstemperatuur is prima hoor, oké, buiten. Maar ik raad ook niet aan om nu echt zonder jas naar buiten te gaan. Want ik vind het toch wel, wel licht fris. Je merkt wel dat het geen temperatuur is die je in de lente of in de zomer hebt. En dat is ook prima, het is tenslotte oktober. Ik heb gisteravond gekeken naar Hudson en Rex. Dat was weer een prachtige uitzending. Eigenlijk zoals elke week wel weer. Volgens mij heb ik er nog maar eentje. En dan is het afgelopen. Dat vind ik ook wel jammer. Want ik heb er altijd wel intens van genoten. Maar ja, soms dan is het ook weer klaar natuurlijk. En er komt vast nog wel weer een volgend seizoen. Ik heb er nog niks over gehoord. Maar volgens mij scoort deze serie zo goed dat het me stug lijkt als er geen nieuw seizoen komt. Daarna heb ik nog even een spelletje gedaan en toen heb ik de video in elkaar gezet. Ging eigenlijk allemaal heel vlot. Komt natuurlijk nu ook omdat ik de prijzen al even op volgorde had opgeschreven. Dus dat scheelde ook wel heel veel, moet ik zeggen. En ik heb ook mijn blogpost geschreven, dus dat ging ook weer super goed. Ik heb dus weer die lipstick op. Ik zal hem eventjes laten zien aan jullie, want ik vind hem zo fantastisch. Hij droogt mijn lippen ook niet uit en hij blijft ook nog eens prachtig zitten. Het is dus deze van een Lipfinity van Max Factor. Het is een velvet matte lipstick. Ja, ik heb hem toen gekocht met een hele hoge korting. Dat 50% korting, maar ik vind hem toch fijn en mooi. En nou, helemaal leuk. Dan hebben we weer een beetje raar licht, want ik loop nu van het ene naar de andere kant van thuis. Dus hier is het licht weer anders. Toen heb ik lekker... Lycon Lawyer gekeken. Vanavond de laatste aflevering vind ik wel jammer. Dus dat betekent dat ik morgen weer iets anders moet uitzoeken. Maar ik heb er wel weer intens van genoten. En ook daarvan hoop ik weer op een nieuw seizoen. En toen heb ik nog eventjes naar Scott en Bailey gekeken. En toen ben ik eigenlijk naar bed gegaan. Mijn boek uitgelezen. Ook gelijk weer een nieuwe gestart. Dus wel weer super leuk hoor. En toen was ik ook eigenlijk best wel moe. Toen ben ik lekker gaan slapen. En we hebben natuurlijk vannacht ook die klok die achteruit gaat. Dus... dat komt ook allemaal wel weer goed. Ik ga zo meteen
Ik wil sowieso even wat kleding in de handwas doen. Want ik had natuurlijk nog wat nieuwe items die ik vorige week en deze week had gehaald. Dus dat wil ik gelijk even uitwassen. Want ja, als het straks weer kouder wordt, wil je het ook gewoon lekker gaan dragen. Ik moet even wat aan die kattenbakken doen, want die ruiken behoorlijk. Ik denk dat ik daar even wat grit bij in doe. Muis die zakt hier helemaal weg. En dan ga ik hier even wat klussen doen. Ik wil even de herfstdecoratie helemaal afmaken. Omdat ik nu natuurlijk ook de spullen van de Action allemaal in de shop nog heb laten zien, kan ik het lekker gaan gebruiken. Ik wil een poster ophangen en lampjes. Dus ik ga jullie gewoon gezellig meenemen. Ik heb er wel zin in. Ik heb hier echt de hele tijd, oh, ik ga dit eindelijk doen. En daar heb ik ook gewoon echt heel veel zin in. Dus soms dan even lekker muziek aan en dan gaan. Ik zat even met Nathalie te praten. Nathalie die stuurde mij gisteren een nummer door van Chips. Misschien zijn er mensen van jullie die dit nog kennen. Nathalie en ik uit onze kindertijd, wij vonden Chips fantastisch. En zij stuurde dus Cowboy door. Toen zei ze van, oh, heb je nog meer oude nummers? Ik heb heel veel oude nummers, maar die vindt zij echt niet leuk. Want dat zijn echt van die jaren 80 nummers. En dat vindt zij echt niet leuk, dat weet ik gewoon nu al. En toen bedacht ik me ineens, vroeger hebben wij een cd gehad. Ook met van die kinderliedjes. En ik had een groene en zij had een blauwe. Toen zei ik tegen haar, ja, dat dacht ik ineens aan. Zeg maar, ik weet niet meer hoe het heet. Toen zei ze, oh nee, ik ook niet. Dus toen ben ik gaan googelen, maar ik kon hem niet vinden. Dus soms vinden wij het leuk om echt terug te gaan in die oude muziek van vroeger. Dat je nummers tegenkomt dat je dacht, hey, die hebben wij gehoord toen wij veel jonger waren. En die ben je dan gewoon vergeten. Dus dat is soms wel echt super leuk. Maar ik heb er nu verder nog niks meer over gehoord. Maar ze is ook zelf nu gewoon druk natuurlijk met haar eigen dingen. Maar dat komt helemaal goed. Goed, ik ga nu ook eventjes lekker wat doen en ik neem jullie gezellig mee. Ik heb dus hier die lampjes. Daar heb ik er dus twee van gekocht. Die ga ik naast de spiegel van mijn dressoir ophangen. Dat gaan jullie zo ook zien. Maar ik dacht, laten we ook even kijken hoe het er dan van binnen uitziet. En even kijken of ze vol zijn. Ook even de mesje, want dan kan ik hem openmaken. Zo. Die zit natuurlijk een beetje dichtgeplakt. Wat goed is. Oh, god. Nou. Ik vind het nou niet het allerbeste idee wat ze ooit hebben gehad. Kan ik hem niet gewoon openpeuteren? Ja, het zou kunnen, maar dat kost me mijn nagels. Daar heb ik ook geen zin in. Kijken of die nu open gaat. Oh. Welke aap dit heeft bedacht? Echt. Goed, dus is die open. Het duurt even, maar dan heb je hem. Ook weer dicht. En die kun je dus op twee manieren ophangen. Want je kunt hem dus met nanotape doen. Of met een schroefje. En die schroefjes, dan moet je deze gebruiken voor dat nanotape. Volgens mij, denk ik. Oh ja, kijk, want dan kun je deze eraf halen. Oh, hij gaat al aan. Dat is top. Oh, dat kan helemaal niet. Wacht eventjes, volgens mij doe ik het helemaal niet goed. Kijk, dan draai je deze eraf. Je krijgt er wel schroefjes bij. Oh. Gut. Hebben we hoor, duurt even. Zitten wel schroefjes bij. Zitten er dan ook? Daar ben ik wel even benieuwd naar. Ik ga het niet met schroefjes doen hoor. Maar ik ben wel even benieuwd wat er dan bij zit natuurlijk. Oh ja, kijk. Er zitten plugjes bij. En dus het schroefje die je ervoor kan gebruiken. Er zit ook zo'n tapeje bij. Maar ik ga gewoon dit nanotape gebruiken. Dus nou, dat is op zich top. Dus dan moet ik hem alleen eventjes... Omdat ik hem nu, ik ga hem op deze doen. Dus dan moet ik hem even hierop doen. Want ik denk, ja, ik kan wel gaan schroeven. Maar weet je, als ik hier ooit nog een keer wegga, dan moet ik ook alles natuurlijk helemaal dicht gaan maken. Dus dat is niet handig. Nou, ik ga het allemaal even afmeten en dan gaan we dat eens even proberen. Of dat allemaal wil. Dus kijk, hij past ook precies. Zou je hem zo opplakken? Maar ik ga hem dus plakken. Dus ik ben heel benieuwd. Maar wel fijn dat dit er ook bij zit.
Mocht je dat willen gebruiken. Ik snap alleen niet waarom er dan 3 bij zitten. Want je hebt er maar 2 nodig. Maar goed, dat hou ik gewoon in een doosje. Die leg ik gewoon apart neer. En dan kan ik het altijd nog wel een keertje gaan hergebruiken. Dus dat gaan we nu ook maar eventjes doen. Voor de poster die ik opgehangen heb ik hier van die kleef spijkers, noem ik het altijd maar. Deze zijn nog op hang in pleisterwerk, dus die heb ik weer gekocht. Want ik kan niet in de muur waar ik hem wil hebben, daar kan ik niet zo makkelijk boren. Dus ja, die ga ik hiervoor voor gebruiken. Maar ik moet even alles goed afmeten. Maar ik zal zo even laten zien. Ik laat zo gewoon wel even zien als de poster erin zit. Dat is denk ik mooier. Even lampjes toegevoegd. Ziet er niet zo heel goed. Ze zijn een beetje moeilijk te doen. Misschien was het hier niet zo'n goed idee, maar ik vind het op zich wel schattig staan. Zo, dus ze natuurlijk wel even uit, want het is wel batterij, maar ik vind dat het op zich wel leuk is zo. Dus ja, het zijn dus verschillende. Je hebt hier wat lichter en hier wat meer rood, maar ja, je kunt ze niet echt mooi heel erg leuk decoreren, maar het heeft wel wat, vind ik. Deze staat ook en ik heb hier en daar wat hangertjes opgehangen. Hier hangen er een paar, ik heb er daar één. En hier zo heb ik wat opgehangen. Dat is wel leuk. En dan heb ik er nog eentje hier hangen. Dus misschien dat ik nog wat andere toevoeg, maar voor nu vond ik het wel even leuk. Oké, het is klaar. Ik had deze nog neergezet, die was ik vergeten. Hier heb ik nu dat schelpenzand in, zo dan samen hiermee. Want dit, ja, ik kan nog steeds wel om, maar het wordt wel lastiger. Ik had ook alweer andere goede tips gekregen van Kattengrit. Had ik erin kunnen doen. Je schijnt dus wel pareltjes te hebben bij de Action, maar dat wist ik niet. Nou, dan hebben we hier een lampje. Nou, dat werkt dus echt heel handig. Je hebt dus 3 soorten licht. Vel. Nog feller. Ik vind deze mooi. Maar nu is het niet zo'n mooi licht, want het is leuker als het donker is. En kijk, het werkt heel handig, want je kunt hem flat zo eraf halen. En dan zit hier een oplaadpuntje. Er zit dus geen snoertje bij. Maar kun je, als je een USB-C kabel hebt, kan dat gewoon. Die hangt hier. En dan kun je hem een beetje zo doen. En hier hangt hij uiteraard ook. Het is heel blij. Maar werkt echt super goed met dat nanotape. Het gaat nergens heen. Ja, en dan de schilderij, hè. Barry. Ja, ik vind hem nog steeds prachtig. Jammer dat we nu dat rode puntje van die camera erin zien. Maar ik vind hem echt heel erg mooi. Heel blij mee. En dat voor een euro, deze poster, jongens. Nou, dat is wel heel bijzonder. Dus ik ben er heel blij mee met wat ik heb allemaal kunnen doen. Ik had trouwens nog dit singletje ook bij de Vibra besteld. Ik heb natuurlijk van de week dat laten zien, dat pakket. Maar deze zat er dus ook nog in. Dus dat was ik helemaal vergeten, dat die er nog in zat. Maar die had ik ook nog besteld, dus.
zat lekker even aan zo'n ijskoffie, die white chocolate matcha. En toen zag ik heel toevallig dat ze deze dus bij Albert Heijn ook in pak verkopen. En ook wat kleinere pakken. Dus ook voor mensen die alleen zijn. Dat vond ik wel ideaal. Dus ik wil hem voor de kerst zeker nog even gaan halen. Want ik vind hem zo lekker. Maar wel leuk dat ze daar ook kleine pakken hebben. Want ik heb het bij de Plus wel eens gezien. Die hebben alleen grote pakken. Dus Albert Heijn heeft ook kleine pakken. Dus dat vond ik wel heel fijn. Nou, het was wel allemaal eventjes... Ja, op zich ging het allemaal best wel vlot. Alleen, ik had even moeite met die poster in die lijsten stoppen. Want ja, die dingetjes die je om moet vouwen, zeg maar, om het vast te zetten... zit een haar aan de camera, vandaar dat je mijn hand ziet. Die gingen steeds terugvouwen. En ik had heel veel moeite om ze open te maken. Dus dat, nu heb ik een beetje een zere vinger, maar dat is niet heel erg. Want dat gaat vanzelf wel weer over. Maar ik dacht wel even van, oei... Het is wel eventjes een dingetje. Maar goed, het is allemaal gelukt. Ik ben ook blij hoe die hangt. Ik had er even moeite mee om op te hangen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Hij hangt misschien niet helemaal recht, maar ja, dat neem ik wel voor lief. En ja, ik ben zo heel blij met ook het herfst, het tafereeltje. En ja, ik vind het allemaal superleuk. Ik was even bezig met een wasje aan het opvouwen. Boven nog even bezig geweest, want ik wel mijn blog en YouTube boeken aan de gang, maar die kon ik niet vinden. Die heb ik weer ergens neergelegd waar ik niet wist waar ik hem zag. Dus nou, ik ga morgen toch even proberen verder met opruimen. Ik ga zo nog wel even die handwas met kleding aanzetten. En dan, dat duurt toch niet heel lang. Want daar ben ik eigenlijk vanmiddag niet meer aan toegekomen. Ik ben eerst met die andere dingen aan de gang gegaan. Dus die zet ik zometeen gewoon eventjes lekker aan. Dan is dat ook schoon. En dan morgen wil ik echt even weer boven verder. Want ik was op zich wel lekker bezig. Maar dan worden die katten zo onrustig en dan steeds miauw, miauw, miauw. Nou, dan denk ik ook van, nou laat maar, ik ga wel weer naar beneden. Maar nu ga ik zo eventjes lekker relaxen, want eventjes lekker bijkomen, want ik vond het wel heel leuk weer hoor, dat klussen in huis. Ja, ik hou er altijd wel van en vooral het resultaat. Ik ben ook zo blij met die lampjes. Ik ben zo blij, benieuwd hoe dat gaat worden. Ik zie ook dat mijn camera bijna leeg is, dus het kaartje moet eruit. Die moet ik legen. Ik ga vanavond ga ik gewoon eventjes, denk ik, steenrijks dat arm terugkijken. En daarna heb je weer de alles kunnen vips. Dus daar heb ik wel zin in. Verder ga ik gewoon de vlog in elkaar zetten voor het grootste gedeelte. En daarna nog even verder hoop ik met die blogpost waar ik mee bezig was voor Essence, die preview. Dan ga ik de laatste aflevering van The Line Con Lawyer kijken. En daarna weer Danny Lowinski. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek lezen. En dan hebben we vannacht natuurlijk een uurtje langer omdat de klok achteruit gaat. Nou. Ik ga nu gewoon eventjes lekker nog wat drinken en dan zou ik bij deze gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 27 oktober. Ik zit nu nog even op de bank. En we hebben natuurlijk dat uur langer gehad en ik moet zeggen, ik ben gewoon een beetje moe. Mijn lichaam die moet er altijd heel, heel erg aan wennen. En ja, dat merk ik nu gewoon even. Maar ja, goed, dat is wat het is. Dat komt vanzelf ook wel weer goed hoor. Maar ik heb het idee dat ik er ook heel erg moe uitzie. Maar goed, het is eventjes wat het is. Ik heb gisteravond natuurlijk de lampjes aangehad en die beelden zal ik zo even laten zien, want ik heb dat nog eventjes voor jullie ook op de vlog gezet. Ik denk dat is wel leuk, dan kunnen jullie even zien hoe dat staat als het donker is. Toen was gisteravond het eerste lampje was wel leeg. Nou, vind ik ook niet zo heel gek, want ik heb ze natuurlijk eigenlijk gewoon gelijk gewoon erop gedaan zonder op te laden. Toen had ik gelukkig het snoertje van mijn e-reader, die paste erin. Dus die heb ik hem aan de oplader gelegd. Toen ging aan de onderkant een klein rood lampje branden. Toen wist ik dat hij aan het opladen was. Dus dat was wel heel erg fijn. Dus hij is nu weer vol, dus nu kunnen ze weer gewoon aan. Maar ik vond het echt zo'n verbetering. Veel meer licht. Ja, ik ben er echt super blij mee. Goede aankoop geweest. En het is zo makkelijk met monteren. Ja, het werkt echt top. Je kan bijna niet begrijpen dat ze het voor die prijs kunnen maken. Maar goed... Gisteravond heb ik gekeken naar Steenrijkstraat Arm. Ja, was op zich wel een mooie aflevering hoor. Maar ja, die rijke mensen die waren een beetje... Ja, dan gingen ze met zo'n soort van die stokken door het huis heen. Want er hing dan verkeerde energie. Ja, ik vind het altijd een beetje zweverig. Daar ben ik zo niet van. Dan denk ik van, oh, dit is zo niet mijn ding. Maar goed, het was verder wel een mooie uitzending. Daarna heb ik lekker de alles kunnen gekeken. Dat was ook wel weer heel erg leuk. Ik vind het met die vips toch leuker. Het verbaast me echt hoe goed die immuunratelband is. Want die zit er nog steeds in. Nou, dan doe je het best wel goed op die leeftijd. Toen heb ik ook nog eventjes ondertussen een beetje Mickey gespeeld. Was ook wel weer heel erg leuk. Ik kwam nu weer wat verder. Het is wel echt een zoektocht. Nu zat ik later wel weer even vast. Maar toen dacht ik ook, nou, het is wel goed. De Switch moest opgeladen worden. En ik wilde mijn vlog in elkaar gaan zetten. Dus dat is ook allemaal weer gelukt. Persbericht is nog niet helemaal afgekomen.
Maar dat komt ook wel goed. En toen ben ik de Lycondor gaan kijken, de laatste aflevering. Ja, was echt super spannend. Er moet gewoon een nieuw seizoen komen. Kan niet anders, want het was zo spannend het einde. Dit had ik niet zien aankomen. Ze bleven wel weer met een goede cliffhanger achter. Ja, je weet natuurlijk niet. Ik weet niet of er al bekend is gemaakt of er een nieuw seizoen komt. Ja, en als dat komt, is dat een keer volgend jaar of zo, denk ik. Dus er zit vaak wel even tijd tussen natuurlijk. Omdat het opnemen en zo alles ook moet gebeuren. Toen nog even Danny Lewinsky. Toen ben ik naar bed gegaan. Mijn boek gelezen. Toen ben ik gaan slapen. Ik was op zich ook wel moe. Maar net wat ik zeg, ik merk nu gewoon dat ik een beetje vermoeid ben. Ja, toch vanwege die vanwege dat uurverschil. Maar dat komt ook wel goed. Ik ga zo eventjes de grond afhalen en stofzuigen. Dan hoop ik boven nog even wat te doen. En dan ga ik eventjes mijn foto's maken. En dan 4:45 Ajax kijken. Want die moeten laat vandaag. Ik heb altijd liever 2:30. Maar goed, het is wat het is. Het is ook helaas weer niet op tv. Had ik al eventjes naar gekeken. Dus ik moet weer zo streamen. Nou, dat gaat meestal niet heel erg lekker. Maar goed, komt allemaal ook alweer weer in orde uiteindelijk. Ik laat straks gewoon even de foto's kunnen zien. Ik zal dus even laten zien hoe dat eruit ziet als die lampjes branden. En dan ga ik nu eventjes lekker aan de gang. Dus de eerder ben ik ook weer klaar. Dus ja, dat ga ik even doen. Nou, zo brandt het gezellig als het donker is. Dat laat ik jullie ook even zien. Dan is het wel een heel leuk hokje zo. Dus ja, wel beter hoor. Zo met die verlichting erbij. Het geeft echt een stuk meer licht. Dus ja, super blij mee. Maar zo is het dus met donker. Het ziet er echt super leuk uit, vind ik. Fotospullen gepakt. Ik heb deze Lash Define Skinny Mascara in een blauwe kleur. Van Kruidvat. Wacht even hoor. Muislid gaat niet weg. Ik heb hier de Essence Banana Loose Power. Daar ga ik een foto's van maken. En hier komt dan een losse video van online. Want dit is die collectie van Catrice. En dit is de Mystery Forest. Dan heb ik hier twee blusjes. Hier drie kleurtjes voor de ogen. Twee lipsticks. De primer. En de drie kleuren nagellak. Dus hier ga ik nu even foto's van maken. Maar hier komt dus nog een losse video van online. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Zo, alles is weer klaar. Ik heb inmiddels ook de wedstrijd aangezet. Ze beginnen nog niet hoor. Dit is nog voor beschouwing. Maar ja, gewoon eventjes kijken natuurlijk ook wat de opstelling is en zo. De katten hebben net lekker eten gehad. Maar voor hun is dat altijd heel erg moeilijk. Want ze zijn dus een bepaalde tijd gewend natuurlijk met eten. Ja, en dat is nu dan een uur later. Dus dat merk ik voor hun ook altijd wel. Dat die biologische klokjes niet helemaal lekker lopen hoor. Dat is ook best wel lastig. Maar goed, ze hebben het nu lekker op. En dan hoop ik dat het morgen al beter gaat. Verder is alles wel gelukt. De groente is gewoon weer netjes afgehaald. Ik heb boven nog even het een en het ander kunnen doen. Vooral even wat kleding terug in de kast. Dus dat is ook wel fijn. En dan hoop ik gewoon van de week nog weer even verder te gaan. En ja, het was op zich allemaal wel prima. Foto's maken ging op zich ook wel goed. Alleen het kaartje van mijn spiegelreflexcamera, die heeft soms wat kuren. Dan zegt hij dat hij beschadigd is en dat hij niks meer wil. Dus dan stop ik het kaartje van deze camera erin. Alleen dan moet ik even dubbel oplegen. Maar ik heb alles al geïmporteerd. En verder heb ik alles al opgeruimd op de lamp. Nou, want die laat ik altijd eerst goed afkoelen voordat ik hem terug doe. Dus dat is verder prima. Nou, nu ga ik dus zometeen lekker naar Ajax kijken. En dan straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik ook gewoon naar Miljoenenjacht kijken. Dat vind ik altijd wel leuk. Ik geloof dat het nog twee keer komt. Want dan begint Gooise Vrouwen. En dat vind ik ook wel leuk. Die is trouwens nu al op Videoland te bekijken. Maar ik wacht gewoon tot het op televisie komt. Vind ik dan leuker. Ik ga mijn nagels doen. Ik ga nog even verder met Mickey. En ik denk nog even wat terugkijken. Foto's bewerken, nieuwe serie uitzoeken. Ik heb nog geen idee welke, dus dat is nog even spannend. Dus dat ga ik ook wel zien. En dan ga ik... Oh ja, ik moet twee nieuwe series. Ik heb natuurlijk nu niks meer om te kijken daarna. Nou, dat ga ik ook uitzoeken, maar dat hoor je dan nog wel. En dan ga ik lekker naar bed mijn boek lezen. Dus, maar nu eerst zo hopelijk genieten van een goed potje Ajax. Dus ja, ik ga nu eventjes wat drinken en dan ga ik ervoor klaar zitten. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 28 oktober en ik ga zo eerst mijn sloffen aantrekken, want ik heb het koud. En ja, ik heb dus die dingen openstaan, maar ik merk nu toch echt wel dat dat flink afkoelt. Dus ik weet niet hoe lang ik dat weer volhoud, maar het was natuurlijk puur om die warmte een beetje uit huis te krijgen. Dus ik moet maar even gaan zien. Ik heb... ja, gisteravond las ik zeg maar op de reportage van mijn oma dat ze wat verward was. En dat was wel eventjes heftig om te lezen hoor, de dingen die dan gezegd werden.
Ik ga er verder ook niet over in detail treden, maar dan denk je wel van oeh, dat vond ik wel eventjes pittig. Dus ja, dat is dan weer even dat je denkt van oh ja, hoe lang, hè? Hoe lang houdt dat dan weer aan? Dus dat moeten we allemaal maar afwachten. Ik heb gisteravond gekeken naar Miljoenenjacht. Was wel mooi hoor. Ze ging alleen zo heel goed, deze vrouw. Want ze haalden wel de ene naar de andere hoge druit. Uiteindelijk nog een hartstikke leuk bedrag gevonden. Dus er was niks mis mee. Maar je dacht wel even van oeh, dit gaat niet helemaal goed. Ik heb daarna nog even het jaar van eentje teruggekeken. En eventjes Mickey spel gedaan. Was wel leuk. Ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn goudkleurig. En ik heb daarvoor dat lakje uit de Mystic Forest collectie van Catrice gebruikt. Ik vind hem wel leuk. Nou, ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even één nieuwe maken. Die was niet helemaal goed gelukt, zag ik. En toen moest ik een nieuwe serie uitzoeken. En ik heb gekozen voor Black Beauty. De eerste aflevering was best wel heftig, maar ik zat er op zich wel meteen in. Dat was wel fijn, dat ik dacht van oh ja, het is wel sommige dingen wel heftig, zeg maar. Het zijn 6 afleveringen. Kijk, zou ik het later niks vinden, kan je altijd nog stoppen. Maar op zich, bij mij loont het toch wel om door te gaan kijken. En daarna ben ik begonnen met de documentaire over de gijzeling van de Apple Store. Ik kwam toevallig, volgens mij een maand terug of zo, kwam ik ineens op televisie dat tegen, dat uitgezonden werd. Dat was al bijna afgelopen. Toen dacht ik van, oh, jammer, ik had het eigenlijk best wel willen zien. En toen zag ik dat het op Videoland stond, dus toen ben ik het daar nu gaan kijken. En er wordt gewoon helemaal verteld hoe dat er allemaal aan toe is gegaan. Maar je ziet ook echt beelden, want die dader die heeft toen een bodycam gedragen. Dus hij heeft ook van alles gefilmd, dus zag er best wel heftig uit. Maar ik snap ook de verwarring wel. Het is inmiddels al 2 jaar geleden. Maar ik vond het best wel interessant om te zien. Natuurlijk ook wel heel erg heftig, omdat er mensen in de kast opgesloten zaten. Dat je ook wel denkt van, oh, dat is ook allemaal wel dom. Want op een gegeven moment zit dus een advocatenkantoor boven die Apple Store. En die zaten daar ook nog. Dus die hebben foto's gemaakt van dat ze konden zien wat daar gebeurt. Dat is in een familiegroepsapp gegooid. En dat is dus later toch op internet rond gaan cirkelen. Toen heeft ook iemand geschreven dat er mensen in die kast kwamen. Toen dacht ik, oh, hoe dronken je zuimt als die man dat leest. Ja, dan weet hij ook wel waar die wezen moet. Dan kon je die kast wel enkel openmaken met een kastje als je daar werkte. Maar een pasje als je daar werkte. Maar nou, ik ben wel heel benieuwd. Volgens mij heb ik vanavond nog 1. Volgens mij was het 2 delen. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat dan afloopt. Ja, ik weet hoe het afgelopen is. Maar gewoon hoe dat dan nog meer verteld wordt. Toen ben ik naar bed gegaan. Maar ik was heel erg moe. Nu heb ik wel even gelezen. Maar ik was echt gewoon heel erg moe. Die klok heeft er bij mij echt wel ingehakt. Ik ga nu zo eventjes hier aan de gang. Er moet nog een wasje opgevouwen worden. En er moet nog van alles gedaan worden. Dus ik neem jullie gewoon wel weer mee. Maar ik ga eerst even sloffen aantrekken en een was in de machine doen. Ik hoop alleen dat het goed gaat. Ik had zaterdag die handwas gewassen. En toen kwam ik in de keuken. Toen was er water gaan lekken. Dus ik hoop wel dat het nu goed gaat. Dus ik vind het eigenlijk een beetje spannend om te wassen. Mijn moeder zei ook al, ja, houd me in de gaten. Kan ook zijn dat je machine dan, ja, aan het einde komt, zeg maar. En dat snap ik op zich wel. Want ik heb hem 7 jaar, wat misschien niet super lang is voor een wasmachine. Maar het was ook niet de duurste wasmachine die er was. Dus nou, ik moet gewoon even in de gaten houden. Goed, ik ga muziek aan doen. Dan ga ik maar eens even aan de gang. Want des te eerder ben ik ook weer klaar. Zo, ik ben weer lekker klaar. Ik heb alle klusjes weer gedaan en dat is fijn.
Het regende ook een beetje, dus het is een beetje miserig. Nou, op zich ook niet heel erg. Ik weet ook niet hoeveel graden het is eigenlijk. Maakt ook niet heel veel uit. Ik had het op zich wel een beetje koud, maar nu kreeg ik het wel wat warmer. De telefoon heeft heel weinig zin. Het is 15 graden. Het is inderdaad zwaar bewolkt, dus dat klopt ook wel. Ik ben helemaal vergeten te vertellen dat ik gisteren natuurlijk naar Ajax heb gekeken. We hebben gewonnen uiteindelijk, maar het was magertjes. We hebben met 1-0 gewonnen. En ja, ik kwam ook ineens met een hele andere opstelling, die trainer. Dat ik dacht, oké, 10 nieuwe mensen in het veld ineens. Nee, niet 10. Wel. Nee, geen 10. 9 of zo. Heel veel nieuwe mensen in ieder geval in het veld. En ja, ze hebben eigenlijk een penalty gehad. Daardoor die is er ingegaan. Maar ik vond het een beetje een lastige wedstrijd. Ik vind 1-0 nooit zo heel stabiel natuurlijk. Je hebt altijd liever dat er een paar extra ingaan. Maar ja, dat gebeurde op een gegeven moment maar niet. Ze hebben wel kansen gehad. Nou ja, we hebben het wel gewonnen. Maar ja, nu ben ik wel heel erg benieuwd. Want ze moeten nu woensdag spelen tegen Feyenoord. Dat is een inhaalwedstrijd. En dan hebben we zaterdag weer PSV. Ben ook wel heel benieuwd of die twee trainers doorhebben hoe die harmonie is bij zo'n wedstrijd. Feyenoord-Ajax is natuurlijk zijn van die tegenpolen. En dat is voornamelijk ook wel de supporters die dan een beetje hard gaan natuurlijk tegen elkaar van beide clubs. Nou ja, goed, Ajax-supporters mogen dan natuurlijk niet komen. En, maar ja, je hebt nu twee trainers van buitenlandse komaf. Want die van Ajax is van Italië, komt uit Italië. En die van Feyenoord weet ik niet waar die vandaan komt. Hij spreekt in ieder geval Engels. Maar ja, goed, dat is dan ook de taal die dan het handigst is om te communiceren natuurlijk. Dus we gaan het wel meemaken. Nou, katten hebben net lekker ook gegeten. Volgens mij is de... Mijn wasmachine hoor ik niet meer. Is die klaar? Yo, even checken hoor. Volgens mij is die nog niet klaar. Of hij is ermee gestopt. Net ging die nog als een malle tekeer. Oh, ik hoor hem nog. Oké, loos alarm. Dan doet hij het in ieder geval nog. Die zal bijna klaar zijn. Dan kan ik dat nog even ophangen. Dan ga ik eventjes lekker relaxen. Dan straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je gewoon goede tijd. Chateau Meiland wordt niet uitgezonden. Want ze gaan de eerste aflevering van Mussel en Brains uitzenden of zo. Geloof ik heet het zo. Ik weet het niet. Een programma wat ik in ieder geval niet ga volgen. En, maar ik heb nog Chateau Meiland op de opnameband. Dus dan ga ik dat mooi kijken. Nog even een spelletje doen. Ik moet nog even 1 nieuwe foto maken. Die was niet helemaal goed gegaan. Ik moet de video in elkaar zetten voor morgen. En mijn blogpost dus schrijven. En dan ga ik weer verder met Black Beauty. En daarna de laatste aflevering kijken van die documentaire over die Apple Store. En dan ga ik naar bed. En hoop ik dat ik weer iets langer kan lezen en minder moe ben. Maar dat gaan we wel zien. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ja, bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 29 oktober. Ik ben klaargemaakt en ik heb het nu een beetje koud. Het is 16 graden buiten. Het is ook een beetje bewolkt. Even een beetje aan de kant. Dan hebben we iets meer licht. Ik heb echt heel slecht geslapen. Het eigentje was heel onrustig. Die heeft heel erg veel gemauwd vannacht. Dus nee, dat was niet echt prettig. Keer weer eruit geweest om naar de toe te gaan, maar het hielp niet. Dus elke keer door dat gemauw kwam ik weer uit mijn slaap, zeg maar. Dus dat was even ietsjes minder, maar ja, goed. Hopelijk gaat het vannacht weer beter. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden. En daarna heb ik de Meilandjes teruggekeken. Die had ik nog opgenomen, omdat het gisteravond kwam het ook niet op televisie. Maar ik ben toch niet bij met de reguliere afleveringen. Dus ik kon mooi even een uitzending gewoon terugkijken via de opname. Was wel leuk. Even een spelletje gedaan. Toen heb ik mijn video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Ging eigenlijk allemaal best wel vlot. En daarna ben ik verder gegaan met Black Beauty, die serie. En daarna nog de laatste aflevering van die documentaire van de Apple Store. Ja, best heftig hoor. Als je dan op een gegeven moment sowieso natuurlijk het beeld dat deze dader eigenlijk aangereden wordt. Ik moet niezen en het wil niet. En dan krijg ik traanogen van. Oh, heel vervelend. Ik heb ook een beetje een zeer oog, dus het traan sowieso makkelijk. Op een gegeven moment wist degene die gegijzeld werd, die wist te ontsnappen. En toen is dus die is de straat opgerend en die
gijzelaar ging erachteraan. En toen, ja, toen is hij aangereden. Dat wist ik allemaal al wel. Maar je zag het nu van zo dichtbij gebeuren. Is een documentaire dat je wel even denkt van... Zo. Uiteindelijk was Silke aan zijn verwondingen overleden. De agent die hem aangereden heeft trouwens... Die is er hier ook niet voor vervolgd. Want ja... Ze konden eigenlijk niet anders. Ook omdat hij allemaal explosieven... droeg. Ja, ze wisten niet of dat het nu echt was. Hij had ook steeds zo'n soort van ontsteker in zijn hand. En dat deed hij ook. Die hield hij steeds in. En als hij dan eventjes, dat hij het even niet meer kon, dan deed hij er ook karton tussen. Dus hij wist echt wel waar hij mee bezig was. Dus, maar op zich, ik vond het wel interessant om het zo eens vanuit een ander perspectief te zien. Ondanks dat het wel heel heftig was. Alleen je begrijpt niet zo goed dat hij... Degene die gegijzeld werd, die heeft ook niet geprobeerd weg te komen. Want die is dus gewoon op de grond gaan liggen. Zo van, nou neem mij maar dan als gijzelaar, weet je wel. Terwijl andere mensen, die zijn in een kast gaan zitten. En nou ja, dit soort dingetjes. Dus nou ja, dat was allemaal wel een beetje vaag. Maar ik vond het op zich wel heel interessant om te zien. En ja, ik zag trouwens ook dat op Netflix volgens mij vanaf 5 november de film Back to Black... online komt. Die lijkt me ook wel heel erg interessant. Dat gaat over het leven van Amy Winehouse. Ik vind dat zij best wel een aantal mooie nummers heeft gemaakt. En ja, ben wel eigenlijk heel benieuwd om naar die film te gaan kijken. Maar ben ik alleen niet zo'n heel erg filmfan. Maar ik ben wel benieuwd om daar toch wel naar te gaan kijken. Dus die staat zeker op mijn lijstje om ook te gaan kijken. Ik heb nog even twee pakketjes die ik jullie wil laten zien. En dan ga ik hier even stofzuigen. Dan ga ik de video opnemen. En daarna weer even lekker diamond painten. Mijn moeder en Nathalie. Mijn moeder had nu ook een diamond painting gekocht. En Nathalie was sinds van het weekend heeft ze allemaal dingetjes gekocht. Die vond het er ook al heel rustgevend. Dus dat is wel leuk. En Lente doet het ook al helemaal. Die vindt het ook helemaal leuk. Die is 4 en die kan dat gewoon al. Ja, heel knap. Ik zal even de pakketjes pakken. En dan ga ik zo ook eventjes door. Dus dat ga ik even doen. Ik heb allereerst even twee dingetjes van Bougie Shop. Het is niet heel bijster interessant, maar ik laat het toch maar eventjes zien. Het wordt altijd wel goed verpakt, daar ben ik wel blij mee. Twee dingetjes van Essence gekocht. Allereerst deze Cheek Glow Liquid Blush. Die was nieuw. Die zag er leuk uit. Staat er nog een kleurnaam op? Staat er wel op. Moet ik heel even mijn telefoon verpakken, want dat kan ik niet lezen. Gevonden. Hij heet 01 Make Me Blush. Ik laat hem even dicht zitten, want als ik hem nu open maak, dan is hij natuurlijk al gelijk helemaal... Ik weet nog niet wanneer ik hem wil gaan gebruiken of gaan fotograferen, maar het is gewoon een liquid blush. Ik vond de kleur wel leuk. En ik kwam deze tegen. Dat is een Midnight White. Een beetje Halloween-achtig, deed me wel eraan denken. Volgens mij is het... Het is een lipolie. Heeft hij ook nog een naam gekregen? Die zet ik al even in beeld neer, want dat ga ik echt niet kunnen lezen, want het is rood op zwart. Maar dat is dus deze. Dus dat was dat. Niet heel bijster interessant, zoals ik al zei. Ik zal het even terug doen, want hier wordt gelijk alles afgelabberd. Ja, die katten, één kat die doet dat altijd. Dan heb ik nog het zakje weer. Nou, dat ligt hier. Gelijk even alles altijd weer netjes opruimen. Dat is wel fijn. En dan heb ik een pakketje van Lidl. Daar heb ik een heel erg leuk gilet gekocht. Ik ben natuurlijk heel fan van de giletjes. En ik zag deze online staan. Alleen elke keer toen ik keek, toen waren de naden eruit. Ik zal mijn vuil plastic halen. Er was elke keer alleen nog maar een hele kleine maat. En toen keek ik toevallig van de week. En toen stond hij er weer op. Kijk, en dat is deze. Deze soort, dit is dan nep leer, zeg maar. En dan is dit het gilet. Hij is zwart. Ik vond hem zo leuk. Hij was 9 euro. Ik heb nu een S'je genomen. Ik zal straks even laten zien hoe dat eruit ziet. Maar ik vind hem echt wel heel erg leuk. Want elke keer hadden ze dus alleen maar de XS. Toen dacht ik, ja,
32, 34, ik ben vrij lang. Dat gaat er niet uitzien. En 36, 38 is prima. Dit is dan gewoon Teddy. Maar dit is dan een soort nepleer. Nou, ik vond hem super leuk. Ik hou hiervan. Ik vind dit echt heerlijk om te dragen. Dus ik zal hem straks even voor jullie aantrekken. Dan kunnen jullie even zien hoe dat staat. Dan moet ik even wachten tot de trap omhoog zit. Dan zit ik bij die spiegel. Dus dat wil ik jullie even laten zien. Jullie hadden nog even het giletje te goed. Kijk, hij zit nu bij mij gewoon precies passend. Dit is dan een 36-38. Dan zit hij eigenlijk heel erg mooi. Hij zit ook heel lekker warm. Ik wil hem het liefst niet meer uittrekken, want ik heb het nu al koud. Maar ik vind het wel wat hebben, omdat dit dus gewoon echt, ja... Van dit spul zit ook zakjes in, dat is wel ideaal. Ja, ik vind hem wel echt heel erg leuk. En omdat de binnenkant is dan helemaal Teddy. Dus ja, het zit wel super lekker. Zou je een maatje groter nemen, valt hij iets meer over de mouwen heen. En zit hij waarschijnlijk iets langer. Maar ik denk dat hij ook wel heel erg leuk zou staan met die nieuwe blouse die ik laatst bij Lidl had gekocht. Dus dat ga ik binnenkort even proberen. Maar hij zit echt wel heel erg lekker en ja, heerlijk warm. Ik vind het wel een leuke toevoeging nog aan mijn kledingstijl. Ik weet niet of ze nog te koop zijn. Ik heb hem in de webshop gekocht van de Lidl. Maar de meeste maten waren er al uit. Maar hij zit wel ja, super lekker warm. Ik zou hierin willen leven nu. Ja, en toen had ik de lamp al aangedaan. Want het werd hier gewoon echt donker. Toen spijt toch het gilet weer uitgetrokken. Maar hij zat zo lekker warm. Ik had hem eigenlijk aan willen houden. Maar ja, dat wat ik zeg, dat ga ik nu niet doen. Maar hij zit echt heerlijk warm. Ja, het ging allemaal niet zo lekker vandaag eigenlijk. Opnemen van de video. De katten waren heel erg onrustig. Dus ik moest er een paar keer af om hun eventjes echt even wat aandacht te geven. Van joh, doe maar rustig. Er is niks aan de hand. Maar heel erg druk met miauwen en aan doen. En nou ja, het ging gewoon allemaal niet zo heel erg van een leien dakje. Ook gewoon dat ik het nu heel koud heb. Mijn dij met Peter ging op zich wel lekker. Toen was ik ineens steentjes kwijt. Toen dacht ik, oh ja, die had ik al in een bakje gedaan. Dus toen kon ik wel even lekker verder. Dus dat was wel heel lekker. Maar daar had ik het ook al koud buiten. Toen heb ik lekker een kleed om me heen gedaan. Dus vanaf morgen ga ik gewoon echt mijn trui weer aantrekken. Want ik vind het nu gewoon ijskoud. Maar ik merk ook dat ik een beetje verkouden ben. Dus ja, straks in ieder geval lekker warm douchen. Daar kan ik me wel weer op verheugen. Maar zo eerst even lekker relaxen. Vanavond heb je gewoon goede tijd. En daarna weer Bureau Maastricht. En dat vind ik wel weer heel spannend. En ik vind het zo mooi. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe de tweede aflevering gaat zijn. De eerste aflevering was heftig. Dus hoe gaat de tweede zijn? Ga nog even een spelletje doen. En dan ga ik sowieso mijn vlog afmaken met editen. Mijn foto's bewerken. En dan ga ik verder met de Netflix serie. En even kijken wat ik daarna wil gaan kijken. En ik heb al wel wat op het oog. Dus dat is op zich wel fijn. En dan ga ik lekker naar bed nog even lezen. En dan hoop ik een goede nacht slapen. Want ik ben nu ook gewoon een beetje gaar van het slechte slapen. Omdat Tijger zo onrustig was. Ik hoop dat ze dat vannacht niet is. Dus dat wordt mijn planning. Ik ga bij deze dan ook gewoon de vlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!